Een katamaran! Goeie hormonen. Ah ja! Hallo joh. Even lot aansproeven. Ga je gang. Hey joh, what's up? Iedereen welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben met Mr. Muscle en Mr. Pils. Het verschil moet je lezen. We zijn Zeewolde aan het binnenrijden. We gaan naar Tahiti raken. En dan gaan we een dagje het water op. Want jongens, het is weer 30 graden. En Shahid zei, daar moeten we gebruik van maken. Dus we rijden naar zijn huis. En daarna naar de haven. En dan wordt het een en al genieten vandaag. Een watersportdagje. Waren jullie vroeger op de basisschool, of trouwens niet basisschool, middelbare school, bekend met watersport.nl? Nee. Nee. Nou, dat is maar beter ook. Wat is dat dan? Dan ga je zeker watersport met je klas doen of zo. Nee. Oh. Het is niet wat je denkt. Het zal weer wat vies zijn. Ja. Ligt eraan of je er vies van bent. Nu is het een... This domain is reserved for one of our customers, pending on future development. Maar vroeger was dat een ander soort website, watersport.nl. Een soort porno. Nee. Ja, hij staat er ook. Ja. Ja. Ja! Hij staat er. En in de juiste kleur, kijk eens even. De jetski van Shahid met de supercharger. Ja, is die van Shahid, ja? Deze? Ja, die is van Tahiti raken. Oh, box in, what the fuck? Ja, dit ding is echt mega, man. Ik heb er nog nooit op gezeten, hij is al lang kapot geweest. Supercharged, zou je dat aan? Je hoort... Hoor je dan? Hoor je zo... Weet je wel? Ja, zo'n wijn, Wijn, nou, dat zou ik niet doen als je hierop zit. Nee, ik snap toch ook bedoel, jongen. Ken je dat niet? Wijn, jawel, met alcohol? Nee. Nou, welk serieus gaat hij erop in? Ja, het is een soort Forged Carbon-achtige look, hè? Zullen we even aanbellen, maar Shahid zelf was er nog niet, toch? Je had contact met hem? Nee, die is er over 1 minuut ongeveer, denk ik. Tahiti raken! Hij gaat sowieso een story maken, let op. Hij rijdt zo traag. Goedemiddag! Goedemiddag! Oh, je klikker! Ik dacht, je gaat je telefoon pakken. Oh nee, ik pak mijn hekje. Je klikker. Mijn klinger. Gezellig dat jullie zijn. Ja. We gaan even het water op. En zo is het. Let's go. Gezellig, man. Gelijk door naar de haven. Thuishaven, jongens, of wat voor haven gaan we? Als je komt, dan moet je even die waterscooter... Oh ja, dat is zo goed dat je er... Zo, Mart, goed. Wow. Waterscooter mee aan. Ging allemaal zo snel. Kropo, al drone, alles. Ja, ja. Nee, ik heb een sleutel hier volgens mij. Maar ja. Ja, de waterscooter... 600 euro. Ja, de waterscooter gaat niet mee. Ja, precies. Maar ik heb de waterscooter hier thuis staan. Meestal telefoon. De waterscooter kan niet mee, jongens. Het is niet anders. Vriendelijk bedankt. Dag. Vriendelijk bedankt. Dag. 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 Jippie poppie. Duffen jouw blik, jouw stem. Van John de Bever. John West. Of John West. Niet John de Bever dan ook weer. John. Het is een lange verhaal. Ja, en dit klinkt nog steeds gezellig. Ja, ik ben in mijn leven. Wauw. Ik laat je nooit meer gaan. Ja, ja, lekker dik. Ik wil jou alles geven. Ik heb nu veel. Is het nummer van jou? Even bijtanken, jongen! Oh, eigenlijk, ik had een weekend hier moeten zijn weer met die Beach Festival. Dat was zo leuk. Was dat hier zo? Maar hier heb ik opgetreden, op dit strand. Ja, was zo leuk. Ja, was leuk weer? Ja, echt heel leuk. Heeft Mart ook weer opgetreden toen, of niet? Nee. Jonna Frenna. Gewoon tegelijk. Welkom in de haven, jalol. Zo, morgen een katamaran. Wat een vette boot. Ja, dat komt echt hier vandaan. Zeewolde, dat staat op het kontje. Het waait echt knijterhard. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. Op het water. Ilke's boot, Shahid's boot. Heerlijk. Nieboord. En de Nederlandse muziek gaat gewoon door op de boot. Ja hoor. Ja hoor, Shahid, draai eens om. Shahid, kijk eens even. Gaat niet hoor. Mr. Muscle. Oh, je moet staan voor je blokjes. Wat gebruikt hij, denk je? Ik denk Sustenon, DK. Tren, Anavar, Hydrogopin, groeihormonen. Je hebt een keer last gehad van je ballen, denk ik. Achter mag los. Yo. Ja, joh. Wat is dat? Dit is drie kinderen verder.
Alleen, je hebt maar één been getraind en dat is de derde. Ja. Nee, maar Mart gebruikt alleen eiwitjes. Zo is het. En harder werk. Hoe lekker. Let op, hè. Shade gaat nu roepen, help dan, help dan. Nee, niet op kakken. Hè? Nee, ik zeg niks. Don, als jij van die kant kijkt voor die paal? Oh ja, dat gaat Mart wel doen. Don, hoef je niks te vragen, hoor. Ja, ja, wacht eens. Ja. Nee, joh, doe maar niks. Zeker. Ja, klopt. Ja, als jij je kapitein bent, dan moet je even je matroos aan het werk zetten. Hey, dat is de shoulders, hey, 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 oh, oh. Gelukkig waait het niet hard. Ah, dat is gek. Het waait echt tering hard. Ah, ja. Oh, het waait echt heel hard. Ah, nee, man. Ja, man. Mart, heb je al wel eens geniebord? Nee, nooit. Nee? Nee, geen idee. Shade, kan je hem wat tips geven? Anders dan straks een blessure, kan ik niet meer gymmen. Je kan ook waterskiën als je dat wil. Dat heb ik wel. Maar kniebord is wel chill om je balans. Oh, dat heb je wel eens gedaan? Waterskiën, oh ja. Oh joh, appeltje eitje voor jou knieborden dan. Nee. Zo, dat scheelt. Dat zou gebeuren, gast. Hoppatee! Kijk, je gaat zeg maar eerst liggen. Ja? Ja. Kijk, pak je deze. Zo. Zo hou je hem vast, zeg maar. Ja. Dan ga je de hele een beetje naar achteren zo. Een beetje voet in het water. En dan ring, 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 ga je dan. En dan zorg je dat je dan via je spierballetjes omhoog doet. Ja, dan doe je zeg maar even dat. Zo. En dan... En dan hier, kijk, dan heb je een pinnetje. Een pinnetje? Een pinnetje, kijk. Ziet, geef normaal nooit zijn pin. Nee. Kijk, let op. Nu zijn ze uit, ja. Heb je wat meer grip okay. In het water. Wil jij rondjes draaien, dan doe je dit. Jij bent driebenig, dus dan moet je even kijken. Ja, dan pas lekker zo. Hoe kan dit nou? Niemand duwt hem erin, maar hij pleurt er gewoon in. Wie legt dat bord ook half op de rand? Het is koud, jongen. Is het koud? Hoe koud? Ja, ja. Mr. Muscle in the water! Mr. Muscle! First time kneeboarden voor Mr. Muscle. Omhoog! 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 Aan de zijkant, aan de zijkant! Ja! En nu omhoog trekken! Jawel, opa! Het bord vasthouden! Het bord vasthouden! Oh, shit, jongen! Hey, Okke! Okke! Je t-shirt waait overboord! Nou, helaas! Hey, Okke! Hij moet zelf met die vertalen. Ja. Waar ligt hij? Hij waaide overboord, hij trok zo hard weg. Ja, waar ligt hij? Ah, die is gezonken. Die zinkt naar de bodem, denk je. Ja. Vasthouden en een touw. Godverdomme. En dan trek je hem op. Nee, ik zie hem liggen. En waar dan? Zijn bord en een touw. Ah, oh, jouw shirt ook, Frank. Nee. Ja. Jouw gezicht. Hij ligt hier ergens. Maar die is gezonken, man, denk ik. Het was hier. Ja. Die is... Heeft hij hem? Nee? Nee, die is pleiten. Nou, Mart houdt het voor gezien. Die wil waterskiën. Want die zegt, ja, ik ben te groot voor bord. Nou, dat kan. Moet ik even de bord aanpakken? Of huh? Moet ik de bord aanpakken of pleur hem ja. Op... Ja. Is het bord echt te groot of wordt het gewoon... Het is gewoon, ik kom er gewoon niet op. Nee? Nee. Waterskiën. Watermelon. Watermelon. Oh joh! Oké, let op. Touw in het midden. Ja. Dus je skis omhoog ja. Uit het water met het gewoon liggen. En dan ga je een beetje gehurkt. Beetje je dingen, je knieën.
daar je handen op, zeg maar. Ja. En dan op een gegeven moment voel je wel, dan ga je gewoon staan, zeg maar. En dan op een gegeven moment, als je staat, handen lang, zeg maar, en niet naar je toe. Nee. Die zwemvest viel je klap op zeker? Ja, gelukkig wel. Heel goed. Hij is er klaar mee, denk ik. Snel klaar ermee. Ben je klaar mee? Ja. Hij is er klaar mee. Ja, ik denk dat het ook best wel zwaar is hoor. Oh, oh. Mart, wel knap gedaan hoor. Oh, Mart, Mr. Muscle. Hey. Ah! Ah! Maat, wat is dit? Een camping of zo? Gio. Huh? Mr. Telefoon, ik had niet eens door. Gio, wij kan je tanken als je in Harderwijk bent. Tank is alleen. Nergens? We hebben een probleem, we hebben een probleem. Maar wat is dit, joh? Dat is gewoon een camping hier, midden in Harderwijk. Ja. Met glijbanen. Even kijken dan, ja. Dolfinario. Ermeloof zijn rolde, maar ja, ik zit nu in Harderwijk. Hoe leeg is die? Is die helemaal rechts, toch? Ja, nee, ja, oh, links. Oh, die? Ja. Oh, ja. Zo! Ja. Moet je telefoon opzoeken dan? Ja, de Zeewolde van Harderwijk, of dinges, man. Dit moet, zou toch wel gewoon ergens moeten tanken? Ja, in Zeewolde. Maar niet in Harderwijk! Hoe ga je het nu oplossen dan? Ja, ik ken hier iemand, die zeg maar een boterwinkel heeft. En even wat jerrycans liggen, dus we kopen daar een beetje benzine dat we er van zijn wolf nog aan. Wat goed! Gefixt. Hij kent ook iedereen! Mr. Netwerk. Beter vage kennis hebben als goede vrienden. Vrienden zuipen je buren op en neuken je wijn. Dat zeggen ze wel eens toch? Zuipen je buren op? Nee. Je bier? Vrienden zuipen je bier op en neuken je wijn. Ik weet niet wat voor vrienden jij hebt. Ja, nee, dat niet, maar... Nou, oh ja, ik heb dit nog nooit... Oh. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Kijk, mijn tank wordt in één keer wel vol, kijk. Als je gas geeft, dan verplaatst het in je tank, denk ik, ja, of zo. Half vol nu. Oh, oh, ik val bijna om, joh. Hier, doe nog één keer. Nog één keer? Half vol. Ja, dan gaat hij wel omhoog, ja. Ja, je redt het wel, joh. Ik zie daar tankstation staan. Tankstation. Maar hier kent Sheet wie iemand. Sheet, maar kan je daar niet tanken dan? Nee, dat is diesel voor dieselboten. Diesel alleen? Ja. Dus zou ze een tankshow maken alleen diesel? Ja, ik ga vragen als ze daar kunnen tanken, maar ik denk het niet, man. Ik denk, anders had hij dat wel gezegd, man. Nee, hier gaat hij even een tankje halen. Dan kunnen we weer door. Lekker hoor. Het zonnetje brandt weg. Ik heb alleen nog mijn neus ingesmeerd. De rest nog niet, dus ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Dit zie je bijna nooit. Kijk hoeveel zwaluwnesten daaronder. Kijk. Als je goed kijkt, ik vind het zo vet. Die bouwen dus nestjes zo aan de onderkant van... Van gebouwen en zo, kijk. Oh, ik kan wel huilen. Hier, kijk er is. Hij kon wel gewoon tanken om de hoek hoor. Hij kan wel juichen. Hij kan wel juichen, poekoe. En die mensen hebben hun boot gewoon YOLO genoemd. En wat is dat dan? You only live once. Ken je dat niet, YOLO? Dat is een beetje jouw lifestyle, toch? Nee, ja, yo-yo. Zo. Handen omhoog of ik schiet. Zo, ik zal maar één keer knijpen, hé. Och, steek je peukers aan? Nee. Hier. Sheet. Oh, dat je echt met een peuk in je bek stond. Oh. Wat is dat? Ja, is dat een lolly of zo? Een snoepje. Iedereen heeft echt een peukje, wat een gek. Nee joh. Nog stom het roken. Ja, voor 5 minuten. Okke staat nog steeds op zijn sokken, moet die niet uit? Jawel, ik ga sowieso mijn zwembroekjes aan doen. Oh ja, dat is lekker. Ja, die mag je wel aanhouden hoor, dat gedeelte daar. Welke? Voordat er een visje erin hebt. Hop. Deze. Lekker, Mart. Nee, Sheet.
Nee, ja, 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 je wordt... Hè? Ik loop niet altijd te kutten. Echt wel, je loopt altijd te kutten. Ik zag hem al graaien naar de bodem, hij wilde gewoon zand pakken. Pak hem, Mart! Ja, kijk eens even, dat is gewoon worstelen. Ja, dan kan je niks tegen doen tegen Mart. Nee, Shahid is serieus sterk. Ik heb Shahid weinig zien verliezen, volgens mij nog nooit van iemand. Kom op, Mart! Oh, ga nu vies doen! Shahid kan je misschien van de straat halen, maar de straat haal je niet uit, Shahid. Ja, Shahid is serieus sterk, hè? Ja. Ja, die is echt wel sterk. Ik heb hem niet snel overweld, hoor. Ja, het is bij jou echt gewoon inderdaad gewoon dat temperament wat erin zit. Je wil gewoon niet verliezen. Dat gaat niet, hoor, maar ik ga niet makkelijk overgeven. Ja, doet hij goed, doet hij goed. Oh, dat heb ik even nodig. Oh. Ja hoor. Het is weer zo ver, hoor. Nou, hij gooide zo'n volle plakkaat op mijn rug. Dat ben ik gewend. Ik gooi de eerste. Oh god, oh. Oh, stink. Je ja, stink. Ja, sowieso. Ben... Zin in rotte eieren. Ja, ik weet het. Jouw neus die ruikt alles. Dus dit, ja, ik geloof je. Ik moet er achter. Heel mooi. Pak hem eens terug, Tashi. Nou, dat is goed zo. En zo, nee. Om nergens vissen te zien. Oh, zo, ik werd glad. Zag je mijn hand eraf geleven? Loepen. Voorkom rattenoverlast. Laat geen afval achter op het eiland. Jij hebt het niet meer. Kijk, dus komt hij aan. Hé, hey, wat is dat dan? Waterrat. Spring. Je bent een gekke schoeken. Bommetje. Oh! Oh! Holy fuck! Ik heb de camera gesaved, ouwe. Oh. Ik wil helemaal zeiken. Doe maar één watertje met cola, alsjeblieft. Ja, kijk, ik kan mijn hand er gewoon op. Ik ben gewoon zo met duimpjes erin. Oh, sorry, jullie zijn nacht. Ja, jij niet. Nee, ik ben nog droog. Oké, mannen, vraag nummer 1. Nou. Van de Q&A van Don naar de Matties. We hebben liever een vrouw die niet kan praten of die niet kan zien? Die niet kan praten. En waarom is dat? Doe nou, dat heeft meerdere. Doe dit, doe dat, doe dit, doe dat. Dat is de hele dag wat ik thuis hoor. Is dat zo, Gio? Met een brandweerauto. Doe dit, doe dat. Hij zoekt ladders in de panties, of dat niet? Af en toe is de politie. Doe dit, doe dat, doe dit, doe dat. Maar jij zit achter het bureau, weet je al? Nee, in de gevangenis. Vrouw die niet kan zien, maar die kunnen goed horen en luisteren, dus en voelen. Dus mij maar niet praten. Ja, weet ik ook hoor. En jij, Mart? Ja, hetzelfde, sowieso niet praten. Oké, okay, Mart, een rare vraag. Ben jij wel eens met een dame gegaan die grotere, dat jij een grotere chest had dan haar? Ja. Ja! Ja? Is het echt zo? Ja, serieus. En wat zei ze toen? Ja, niks. Zorgzaam, een zorgzame vrouw of een knappe vrouw? Zorgzaam. Ook als ze 130 is. Niet per leeftijd, maar gewicht. Nee. Laat dan maar zitten. Alsjeblieft, ga toch innerlijk? Ja, dat zal wel, maar dan ben ik, dat dood, zal wel. Ben ik doodongelukkig als ik er naar kijk. Daar word ik zelf innerlijk niet heel blij van, denk ik. Levenslang een kut huwelijk of levenslang gevangenis? Levenslang kut huwelijk. Een gevangenis, man, 100%. Ja, ja. Crimineel of politie? Crimineel. Kijk, die is goed, die is goed opgevoed. Tio, jongen. Ja, dat was je jong. Ik wou vroeger ook een crimineel zijn. Aardig gelukt dan. Maar word je ook gepakt als crimineel? Ben je wel vrij? Ja, crimineel, een crimineel, die moet altijd, ze worden altijd gepakt. Ja, doe dan maar crimineel, dan een paar jaar goed leven. Ja, ligt eraan met wat, man? Dan een schuldsanering in. Als andere mensen er last van hebben, zou ik geen crimineel willen zijn. Laat ik het zo zeggen. Dus je bent geen, ja, dus... Als mensen erdoor aan de drugs raken, worden vermoord, allemaal dat soort onzin, dan kies ik 100%. Ja, als ik zie een moordenaar of agent? Ja, dan is agent. Ja, hou zo'n crimineel. Jongen, jongen, jongen. Nee, maar jij attendeerde daarom. Dus ik denk, nou, maak het nu even erger. Dan weet je wel een keus. Een crimineel kan heel veel zijn. Je hebt ook de fietsendieven, zo ben je ook crimineel. Ja, als crimineel blijft er weinig over, man, wat je doet waar anderen geen last van hebben. Dus ik ga voor agent. Ik ga voor agent. Ja, dan kan je heel veel moois doen. Waakzaam en dienstbaar. Wat is dit nou weer, joh? En die gaan samen, hoor. Ja. Die gaan samen. Ja, Gio. Waar komt dit ook ineens vandaan? Dan lijkt het niet. En, ja, Mart. Shahid is echt sterker dan je denkt. En hij heeft zich nu vast aan de paal. Gaat hij nou weer? Hoe gaat hij aan de boot hangen? Ik krijg hij nog terug. Wat dan?
Een langer durende zwemmen. Ja, toen had het dit keer wel lastiger mee. Ja, toen ik een half uur terug moest zwemmen. Leuk net of je staat. Hij zit er toch in, hè. Het is hem toch gelukt. Zo, we hebben even lekker gechilled eigenlijk op het water. Gewoon met de boys. Ik ben getraumatiseerd door Shahidse streken. Ja, dat is echt, hè? Ja, wel, niet normaal. Als ik het hoor, word ik wel helemaal schichtig. Maar ja, vind je het gek? Ja. Nee. Shahid, bedankt weer, meneer de kapitein. Ja, voor een relaxte dag op het water. Zo benden we. Beetje slap lullen, beetje varen in het zonnetje. En mijn best, jongen. Luciano! Ga je driften? Luciano is alleen maar aan het roepen. We wilden eigenlijk even gedag zeggen. Voordat we naar huis gingen, maar hij is alleen maar... Als ik wegloop. Wat wil je allemaal laten zien, jongen? Oh, er staat een paal. Gezakt voor je rijexamen. Ja, nog een keer. Je moet de schade zelf betalen. Ah, lul, jongen. Je moet het ook hebben als de jongste. Oh, oh. Oh, blijf staan, Luciano. Dan moet ik niet eens meer huilen. Hij is het gewend inmiddels, als zijn oudere broer zijn fokken de hele tijd. Rij je papa maar aan. Luciano, target locked. Hey, dom, hij is groot. Ja, hij is groot, hij wordt groot, ja man. Au. Hij doet het ook. Nu ik hem met dit ding. Hij wordt echt met de week groter gewoon, man. Dat heb ik ook. Is dat zo? Ja, niet dat ik weet. Hey, hier moet je een keer je gezicht in douwen, dan word je heel blij wakker s'nachts. Is gek. Maar dit moet je echt weghalen, man. Als die kinderen. Wil je een jacuzzi? Nee. Veel te heet, ouwe. Het is 30 graaien. Zeg maar Shahid, moet je eigenlijk. Nee. Heb jij een prullenbak? Want dan gooien we dat even weg. Shahid, we gaan er van tussen. Ciao. Bedankt voor de gezelligheid, voor de relaxte dag vooral. Volgende keer gaan we. Volgende keer gaan we iets leuks doen. Even met een thema ding, hadden we het net over. Ja, dus ja, dat leeft toch, hè? Dan ga je eigenlijk chillen, maar eigenlijk denk je ja. Maar jij bent de enige waar ik gekke dingen mee doe. Dus echt. Hoezo is dat? Weet ik niet. Omdat wij gewoon stuk. Wij gaan gewoon stuk als we iets doen. Ja. Dat gaan we ook weer doen. We moeten helemaal geen relaxe dagen in plannen. Maar dit was wel even leuk. Dit was wel leuk, maar we moeten eigenlijk gewoon gekkigheid. Ja, we gaan even fietsen erin of zo dingen doen. Of ja, met die tandem van mij. Ja. Is het twee uur? Ja, ja. Ja, dat kan bij mij bij die duikplank fietsen zo plomp in. Moet wel even een lege tank of zo, een lege bidon of iets zo'n ding. Ja, dat die niet dan niet kwijtraken. Ja. Ah, we appen wel, kom goed. Houdoe man! Een boei! Een boei! Een lege tank! En een lege jerrycan! Ja, we zijn weer thuis. En als ik thuis ben, is het elke dag natuurlijk een momentje om weer een spreekwoord te leren. Het spreekwoordmomentje. We zijn bij het kopje scheepvaart en visserij. Die vond ik wel passen voor vandaag. En ik heb er heel veel. Het zijn er al veel die je kennen, weet je wel. Zien waar het schip strandt. Het roer omgooien. Van stapel lopen. Weet je, allemaal dat soort spreekwoorden. Er zitten echt heel veel scheepvaart en visserij dingen bij. Dat is natuurlijk ook een beetje ouderwetse Hollandse cultuur. Over stag gaan, over stuur zijn, over boord. Daar schepel op te trekken, het pompen of verzuipen, polshoogte nemen. Zo, wat heb ik ineens. Achter het net vissen, opdraaien, opschepen. Allemaal heel erg veel dingen die al... Dat zijn een beetje denk ik de algemene dingen. Maar deze had ik nog nooit gehoord. Ik leerde eerst dat een spiering een klein ondermaats visje is. Dat als lokaas dient voor een groot kabeljauw. En dat zit dus in dit spreekwoord. Een spiering uitwerpen om een kabeljauw te vangen. Men moet soms kleine offers brengen om iets groters binnen te kunnen halen. Die vond ik wel heel leuk. En die had ik ook nog nooit gehoord. Niet eens bijna. Ik wist niet eens dat een spiering een klein visje was. Dus, scheepvaart en visserij. We gaan door met de visserij, want Mart en Okke zitten in de tuin. Creatief. Schijfje op de visengel. Nou, man al wat gevangen? Nee. Het is staren met... Of is TikTok? TikTok. Lekker tijgernootjes. Ja, wil er een? Ik ben dus echt benieuwd hoe zo'n boilie proeft. Zo'n aasballetje? Ja. Nou, neem eens er eentje dan. Is dat slecht voor je? Nou, het zal wel meevallen toch? Je hebt vast erge dingen in je mond gehad. Dat weet je wel zeker, Nick. Dat weet ik wel zeker. Ja. Is dat raar? Oh. Het ruikt wel goed. Een soort, ja, neem een napje. Ja, maar waar is het van gemaakt? Het is gewoon voor lokaas natuurlijk. Het dient als lokaas. Het is voor een vis. Het is voor een vis. Nou, eet smakelijk, Mart. Even lokaas proeven. Ga je gang. Beetje parfumig zeker, of niet? Parfumig? Oh. Waar smaakt het naar? Heel vies. Oh. Maar waar smaakt het naar?
Heel chemisch. Maar dan moet je niet aan iets denken. Nee. Oh, zo. Nou, je wilde het weten en bij deze weet je het. Hokken, bij jou ook eens? Oh, mag ik even sokken voor jou? Succes, mannen. Dank je. Zo random. Oké, dames en heren, dat is dan. Morgen gaan we de Lambo-pakketten uitpakken. En het wordt helemaal goud. We gaan ook langs Roy. Lachen, gieren, brullen zoals gewoonlijk. Krijgen we een stukje kunst in ontvangst. Er gaat weer van alles gebeuren morgen. Dus wees er morgen om 5 uur weer bij. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later, toppers.